Ziekenhuizen in de regio kampen met een tekort aan operatieassistenten. Het is wellicht ook een beroep dat voor velen een hoop dat de verbeelding overlaat. Het CWZ, het Radboud UMC en de Maartenskliniek sloegen dit weekend daarom de handen ineen en organiseerden een open dag in hun operatiekamers. Het doel is om meer mensen enthousiast te maken om een opleiding in deze richting te gaan volgen. We staan hier niet om het CWZ vandaag te promoten, maar echt het beroep van operatieassistent en anesthesiemedewerker. In deze kamer, zoals jullie kunnen zien, hebben we een operatiekamer nagebootst. Dus hier zie je hoe ziet mijn werkdag eruit. We hebben een ruimte hiernaast, daar kunnen mensen praktische dingen doen, zoals hechten, intuberen, dat is een beademingsbuisje in de luchtweg te schuiven of een infuus prikken. En de kamer daarnaast is een kamer voor algemene informatie als je vragen hebt over de opleiding. Bij de OK Open Dag waren verschillende bezoekers aanwezig, waaronder bevlogen studenten verpleegkunde. Twee bezoekers vertelden enthousiast over hun ervaringen tijdens deze open dag. Nou, het inschrijven was haar idee. Zij gaat altijd verder haar horizon verbreden. En ik vond het heel erg leuk om mee te gaan, om te kijken of in de toekomst dit ook een geschikte werkomgeving is voor mij. Voor mij is het echt voelen en doen wat er wordt gedaan in een OK. Ik vond het heel erg interessant. Er zijn drie stationnetjes waarbij je goed kan kijken welke medewerker in welke rol tot zijn kracht komt. En ik denk dat de rol van anesthesiemedewerker beter bij mij zou passen voor het hele technische stuk eraan. Dus ik vond het heel erg leuk en leerzaam. Kijk, operatie, dus laparoscopie, vond ik wel heel interessant. Maar ook de hechtingen, hè, gewoon doen. Ja, we mochten echt gewoon oefenen en doen. Dus het was echt heel gaaf. Regionaal, maar ook landelijk, is er een groot tekort aan operatieassistenten. En in de toekomst verwachten we nog een groter tekort. Dus wij hebben regionaal met andere ziekenhuizen in de regio vandaag een open dag om het beroep van operatieassistenten, maar ook van anesthesiemedewerker te promoten. Laten zien, wat houdt het vak in?